nou ja, mijn eerste klanten. En ik denk ook wel dat ik echt al heel veel heb geleerd qua ondernemen. Maar ook wel op persoonlijk vlak. Wat ik eigenlijk van tevoren niet had verwacht. Ik ben denk ik wel echt heel erg gegroeid in wat ik kan en wat ik denk en wat ik allemaal doe. Ook wel steeds meer over marketing, websites maken. Ik merk ook steeds meer wat mijn passie eigenlijk is. Ja, dan was ik voor ze aan het werk of voor mijn eigen bedrijf. En dan had ik gewoon soms het gevoel dat ik een beetje kennis miste. Om echt de diepte in te gaan. Voor één klant doe ik bijvoorbeeld heel veel Facebook berichten inplannen. En dat gaat gewoon prima en ik kan ook wel berichtjes maken. Maar ik mis wel een beetje de kennis erachter van hoe kan je er nou het allerbeste berichtje maken? Hoe kan ik nou het beste adverteren? Maar ook gewoon kennis om een hele plan eigenlijk uit te denken. Dan denk ik dat ik dat misschien nog wel het meeste miste. Dat je gewoon kan zeggen, nou, dat is het doel van mijn klant, dat wil ze bereiken. Maar hoe gaan we dat doel dan echt bereiken? Wat voor plan gaan we daarbij maken? Nou, dit miste ik eigenlijk al voordat ik wist van de expertopleiding. Toen heb ik eigenlijk al een beetje om me heen gekeken naar opleidingen. Maar dan merk je gewoon dat ze allemaal iets behandelen. En de expertopleiding heeft eigenlijk denk ik gewoon alles wat ik eigenlijk wilde leren. Misschien nog wel meer dan wat ik van tevoren dacht dat ik wilde leren. Als je er al over leest, denk je, oh, dat is ook wel heel interessant. Dat kan ik ook wel heel goed gebruiken. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat ze nog meer gaan groeien. Een van mijn klanten, zij is net bezig om wat nieuws eigenlijk weer op te zetten. Dus dat moet eigenlijk van A tot Z nog helemaal worden bedacht hoe we het gaan verkopen. Want zij weet eigenlijk niet hoe ze haar product gaat verkopen. Dus zij is ook mijn stageklant nu. En dus ik wil eigenlijk haar natuurlijk gaan helpen om dat echt een super succes te laten zijn. En dat zij gewoon heel veel geld ermee gaat verdienen. En, nee, allereerst wil ik natuurlijk gewoon de allerbeste VA worden die er is. En ja, als mijn klanten groeien, hoop ik natuurlijk gewoon meer te groeien. En dat mijn klant, ja, dat ik niet zelf meer op zoek hoef te gaan naar klanten, maar dat ze naar me toe komen. En dat de klanten die ik nu heb, me gaan aanbevelen aan anderen. Dus dat het eigenlijk gewoon vanzelf gaat, dat ik er geen moeite meer hoef te doen. Met de klanten die ik heb. Het geld wat ik daarmee verdien, daar kan ik gewoon mijn eigen salaris uithalen. Plus ook nog wat ik moet betalen aan de opleiding. Dus ik betaal met mijn eigen bedrijf, betaal ik eigenlijk nu al de opleiding. Nou, ze heeft zelf echt super veel kennis. Alles wat je natuurlijk leert, dat heeft zij allemaal al geleerd. Dus daar kan je het echt super bij helpen. Ze is ook gewoon heel geïnteresseerd en ze kan je echt coachen. Ze helpt je. Als je ergens tegenaan loopt, je hebt het gevoel dat je dat eigenlijk gewoon altijd wel bij haar kwijt kan. Dat ze je bij helpt. En ze komt eigenlijk altijd weer met nieuwe inzichten. Dat je dan denkt van, oh, zo krijg ik nog niet over nagedacht en dan lijkt het probleem niet zo heel groot meer.